Een hele goede dag. Een hele goede dag. Een hele goede. Yo. Hey, leuk. Hoi. Hoi, leuk dat je kijkt naar een gloednieuwe aflevering waarin we de politiek behandelen hier in de gemeente A. en Hunze. En dat doen we vandaag om mensen de stemwijzer te laten invullen. En vandaag gaat het over niks meer en niks minder dan een uitkering. Moet je daar iets voor doen? Ja of nee? We vragen het de mensen op straat. Een uitkering. Wat vind je van een uitkering? Die moeten ze allemaal afschaffen. Allemaal? Ja, dat heb ik zelf ook. Ja, de uitkering, dan mag eigenlijk wat hoger gaan. Nodig. Is nodig. En vindt u nou dat er mensen, dat daar iets voor moet komen, dat ze daar iets voor doen? Dat je bijvoorbeeld een regeling komt, dat ze maatschappelijk betrokken worden? Of denkt u van, nou nee, laat het maar zo. Daar bent u wel voor? Ja, helemaal. Ja, daar kun je best wat voor doen. Ja? Ja. Ga maar naar het bejaardenhuis. En als je, zoals ik je zo aanzie, zorg maar even dat die trottoir daar niet zo glad is waar nog sneeuw ligt. Oké. Maak dat maar even schoon. We moeten allemaal wat erbij doen. We moeten allemaal wat doen. Ja, allemaal wat. Ja. Dus dan mogen ze best de handjes vooruit de mouwen. Ja, dat vind ik wel. Ja, dat was ik even benieuwd naar. Ja, zeker. Wilt u een bonbonnetje van mij? Kijk, dat is wel leuk. Maar dat krijgt u niet. Want daar moeten we wel wat voor doen. Oh, nee, dan moeten we wel. Nee, u heeft mij netjes te woord gestaan, dan krijgt u een bonbonnetje. Dat weet en als ik. U toch twijfelt, want dat is een beetje wat ik hier probeer te verkopen. Ja, tuurlijk. Ik snap het. Sta je niet voor niks. Nee, ik snap het. De stemwijzer. Ja. Zodat dat mensen in ieder geval weten waar ze opstemmen. Ja. Dat is belangrijk. Ja. Dus dan krijg je van mij een bonbon. Nou, en dan hoop ik dat u toch stiekem even gaat kijken wat het is. Ik ga even kijken. Nou. Ik wens jullie heel veel succes. Ik wens u ook heel veel succes. En dan zit het filmpje er alweer op. Ik ben op straat gegaan om te vragen, wat vinden mensen nou eigenlijk van een uitkering? De een is voor, de ander is tegen. Noem maar op. Elke mening wordt hier wel verkondigd. En dat is mooi. En heb jij een mening? Wil jij die kwijt? Wil je er iets aan doen? Dan moet je stemmen, want dan heb je invloed. Weet je niet waar je op gaat stemmen? Dan zou ik zeggen, ga naar stemwijzer en vul die in. En dan weet je het wel. Doe dat. En dat is mis. Tot volgende keer.